De Werknemersfederatie Universiteit, WFU, zal haar actie vanaf morgen verscherpen. De onderhandelingen zijn vandaag gesprongen omdat de bond onder leiding van Hugo Blanker niet tevreden is met de voorstellen die zijn gepresenteerd door het universiteitsbestuur. Sunil Suknanden, woordvoerder van WFU, zegt dat de leiding van ADEC een eerdere overeenkomst wil openbreken. Hij benadrukt dat de bond dit in geen geval zal accepteren. We hebben een overeenkomst openbreken die we in de tijd hadden gesloten in de maand, om exact te zijn 27 februari 2017, toch? Waarbij we dus hebben toegekend aan de mensen, als conform de overeenkomst. Toch? En dan ga ik even dus dat passage even voor u lezen. De BVU zal gelet op de huidige realiteit en het toegezegd aanvaardbaar voorstel voor een nieuwe beloningsstructuur, het technisch en administratief personeel in dienst van de universiteit, het COC MUI, maandelijkse lumpsum als overgangsbedrag van 220 netto toekennen voor 6 maanden, terugwerkend van 1 januari 2017 en eindigend op eind juni 2017. Wat schept ons verbazing nu? Het lumpsumbedrag zal niet worden verrekend bij de nieuwe beloningsstructuur. Dat is duidelijk vastgelegd. Ook is er nog aan de orde dat wij zeggen van indien de uitvoering van deze overeenkomst een significant substantiële verhoging van de kosten van levensonderhoud plaatsvindt, zullen partijen weer om de tafel gaan om te onderhandelen over een eventuele verhoging van het toegekend bedrag. Dat is voor ons moeilijk te accepteren. Het is een overeenkomst, het is een besluitenlijst. En nu schijn je plotseling niets van daar te willen afweten. Dan zeggen we van, waarmee zijn we bezig? Suknanden zegt verder dat de poorten van de universiteit sowieso gesloten blijven. Over andere strategieën die de bond vanaf morgen zal toepassen, wil hij nog niets kwijt. Gezien de strategie die wij allemaal gaan opbouwen, gaan vastleggen, toch, kan ik dat helaas nog niet prijsgeven. Toch? Maar sowieso blijven de poorten gesloten. Tot nader orde. We zijn nog steeds in beraad, de mensen zijn nog steeds in beraad. Toch? En wij werken tenminste, toch, wat de zijde van de WFU betreft, ja? Werknemers, Federatie, Universiteit, toch? Zijn wij constructief bezig. En wij hopen en verwachten ook hetzelfde van de universiteit. Die rust willen we terug hebben. Toch? En zo gaat het niet verder. Toch? Zo gaat het niet verder. Maar als men denkt dat men de zaken andersoortig wil aanpakken nu, dan zeg je, zet alle zeilen in place en dan gaan we kijken hoe we verder eruit komen. Maar dit is voor ons niet te accepteren. Dat was WFU-woordvoerder Sunil Suknanden. De acties van het personeel van ADEC worden vanaf morgen verscherpt.